Hallo, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Vandaag ga ik dit vloerkleed maken die je in de thumbnail zag. Ik heb hem gehaakt met dubbele draad. Een bol Royal van de Zeeman en een bol Super Soft van de Zeeman. De Super Soft is een stukje dunner en door die combi heb je een leuk kleed. Je hebt wel wat bollen ervan nodig, maar dat ligt eigenlijk aan jezelf. Als je hem, hoe groter je hem maakt, hoe meer bollen, logisch. Dus ik kan niet precies zeggen van zoveel bollen heb ik gebruikt. Dus kijk maar. We gaan beginnen. Dit kleed is het. Ik heb hem als ondergrond om het een beetje duidelijk te krijgen, want ik heb een witte tafel. En dan zie je dus eigenlijk niet heel veel op als ik met wit draad ga haken. Dit wordt een kleed voor bij mij in de kamer. Ik heb een donkergrijs bankstel en ik heb houtkleurige laminaat. Dus lijkt me wel leuk om daar inderdaad een wit kleed bij te maken. Ik ga het uitleggen. Doe het precies zoals ik het doe. Dan ga je zeker een plat kleed krijgen. Ga je andere wol gebruiken of andere garen. Dan moet je zelf even kijken met meerdere. Dat je hem elke keer even neerlegt. En als je dan een bobbel krijgt of het trekt te strak, dat je dan toch wel even een steek bij moet haken. Maar doe je het met deze twee bollen zoals ik ook heb gedaan, dan moet het goed komen. Nou, ik heb een beginlusje gemaakt. En zoals je hier goed kan zien, is de bovenste is de gewone Royal Eurobol. En de onderste is de Super Soft van de Zeeman. En die is 89 cent. Het zijn iets kleinere bolletjes. Je herkent ze wel als je voor het schappen staat. We gaan beginnen. Ik begin met 5 opzetlossen. 3, 4, 5. Die verbind ik met de eerste losse en dan met een halve vaste. Kijk, en dan hebben we hier een klein cirkeltje en daar gaan we nu in beginnen met werken. Ik begin met 2 lossen. Deze lossen tel ik niet mee als stokje. Ik doe gewoon, want nu moet ik 12 stokjes haken. En dan doe ik dus deze niet meetellen, dus ik doe er nu nog 12. En dat doe ik om de volgende reden. Dat als je, ik vind het zelf niet zo mooi dat je dan helemaal zo op een gegeven moment zo'n lijn ziet. Waar je dus gestopt bent. En ik vind dat je het iets minder ziet als je het zo doet. Dus deze tellen we gewoon niet mee. Dan ga je in de cirkel, ga je 12 stokjes haken. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 en als laatste 12. Nou, dan verbind ik hem dus ook niet met die 2 lossen die ik in het begin heb gemaakt, maar ik verbind hem in het eerste stokje van deze rij met een halve vaste. Dit is de eerste rij. Nu heb je is misschien al opgevallen, ik heb meteen mijn draad meegehaakt, dus die kan ik eigenlijk nu gewoon afknippen en die ben ik al kwijt, dus die hoef ik niet opnieuw nog weg te steken of wat dan ook. Dan gaan we verder met rij 2. Rij 2 begin ik weer met 2 lossen. Dan gaan we meerderen en we gaan flink meerderen, want we gaan van 12 stokjes naar 24 stokjes. En dat doe je door meteen in de eerste, want deze tel ik niet mee, doe je meteen 2 stokjes. Ik ga even mijn mouw omlaag doen, want ik hoor weer mijn armbandje over de tafel heen tikken. Nou, daar doe je de 2 en dan doe je in elk
stokje van de vorige rij doe je er 2. En doe niet te strak haken. En een tip is wel als je vloerkleed straks af is en je legt hem ergens neer, om dan van die anti-slipmatjes te kopen. En ik heb ze gezien heel goedkoop bij de Action. En dan kun je natuurlijk niet zo'n, het zijn felle kleuren geloof ik wat ik heb gezien, kun je die er natuurlijk niet zo onder leggen, want er zitten gaten in dit patroon en dan zie je dat er doorheen. Maar als je stukjes knipt en je maakt ze met een paar draadjes vast op de dichte delen, dan zie je er straks niks van en dan ga je niet snel onderuit, zullen we zeggen. Dus dat is een tip gewoon. Nou. Gewoon in ieder stokje 2 stokjes. Nou, en dan ben ik hier bij de laatste. En dan verbind ik hem weer, niet in de eerste 2 losse, maar het stokje daarnaast met een halve vaste. Dit is rij 2. Nou, hartstikke goed. Gaan we verder met rij 3. Rij 3 begin je weer met 2 lossen. Dan is de volgende rij de bedoeling dat je 1 stokje doet. En in de volgende doe je 2 stokjes. Dan weer 1 stokje, dan weer 2 stokjes. Dus ik begin precies in de eerste, begin ik met 1 stokje. Dan doe ik er 2. Dan weer 1. Dan weer 2. Dan weer 1. Ik hoop dat het een beetje lukt om mee te haken. Dan hoeven jullie niet steeds de video stop te zetten. Dan weer 2. Ik ben trouwens vergeten te zeggen dat ik haak met haaknaald 6. En dat is omdat hij, anders wordt hij eigenlijk gewoon te lekker zacht. En dan gaat hij sneller bobbelen. Dus nou wordt hij iets steviger. Maar ja, ook dat is persoonlijk, moet je maar zelf even kijken. Maar als je wilt doen zoals ik het doe, haaknaald 6. Dat zijn er weer 2. 1. 2. 1. 2. 1. Even mijn super softbolletje loopt een beetje vast. Ik trek daar weer een hele pluk uit. Nou, hier had ik er 2 gedaan. Dus weer 1. En weer
2. Wel in beeld blijven, is ook wel handig. Even kijken hoor, ik had hier 2, 1. 2. 1. En in de laatste weer 2. Nou, dan weer verbinden met het eerste stokje na de 2 losse. Met een halve vaste. En dat is rij 3. Kijk, en dan denk je, oh, gaat hij me nu al bobbelen? Maar dat is echt niet zo. Gewoon een beetje model trekken. En dit hebben we na rij 3. Dan, rij 4 gaat ietsje anders, want we gaan nu zo'n opening erin maken. Dan zet je wel op met 3 lossen. En dan nog 2 lossen extra. En nou, deze telt nu wel als 3 lossen, dus hier gaan we niets in doen. Deze slaan we over en in de volgende doen we een stokje. Dan doen we 2 lossen. Slaan we er 1 over en in de volgende doen we een stokje. 2 lossen. Dan moet je wel allebei de draden meenemen. 2 lossen, 1 overslaan. En in de volgende weer een stokje. Eén overslaan. Dat is die. En dan in de volgende. Kijk, en soms moet je wel sjoemelen met deze deken. Maar eigenlijk maakt dat ook niet uit. Want dat ga je echt niet zien straks. 2 lossen, 1 overslaan en een stokje, 2 lossen, 1 overslaan. Nou, dit snappen jullie wel, hè? Ja, soms heb ik nog wel eens ruzie met die draden. Dan neem ik er per ongeluk eentje mee. Maar ja, dan kan die ander natuurlijk vanzelf weer losgaan. Dus dat moet ook niet. Nou, ik ben er bijna. 2 lossen. 1 overslaan. En een stokje. Dan eindig ik met 2 lossen. En kijk, dan moet je dus van de eerste... Daar hadden we dus 5 lossen gedaan. Dan ga je naar de derde. En die, daar verbind je mee met een halve vaste. Nou. Dan trek ik hem weer even de haaknaald eruit. Dan trek ik hem even in model. En dan ligt hij. Nou, lijkt er al best op, of niet? Dat is hem tot nu toe. En dit was 1, 2, 3, de vierde rij. En dan gaan we nu verder met de vijfde rij. Nou, dan gaan we nu rij 5 doen.
En die begin je door twee losse weer. En dan ons eerste stokje gaat direct eigenlijk hieronder, dus ook in die derde waar we net begonnen zijn. Daar doen we een stokje. Dan doen we in die losse ruimte hiertussen doen we twee stokjes. Dan op het stokje doen we er één. Dan ertussen doen we er weer twee. En erop doen we weer één. Ertussen twee. En zo ga je door. Tot aan het eind. Dus één op het stokje van de vorige toer. En twee ertussen. Eén erop. En twee ertussen. Nou, als je dan rij 5 af hebt, dan moet je een totaal hebben van 54 stokjes. Omdat mijn kleed steeds groter wordt, zal ik niet helemaal tot aan het eind meehaken. Maar ga zo door en dan ben ik er zo weer. Nou, dan zijn we weer op het eind aangekomen. En dan eindig je met twee hier tussenin. Want we zijn begonnen met een stokje erbovenop, op het stokje van de vorige. En dan sluiten we hem weer met het stokje van de vorige. Nou, dat is rij 5. Nou, dan gaan we verder met rij 6. En rij 6, we hebben trouwens rij 5 is, wat had ik gezegd, 54. In rij 6 gaan we weer meerdere. En dan doen we... Uiteraard beginnen we weer met twee lossen. In de eerste doen we één stokje. Dan in de volgende doen we twee stokjes. Dan in de volgende weer één stokje. En in de volgende, verrassend genoeg, twee stokjes. Weet je wat je ook kan hebben? Dan ben je aan het haken en dan, kijk, dan krijg je een beetje dat die omkrult. Wat doe ik eigenlijk na elke rij? Dan doe ik even gewoon zo alles in model trekken. Kijk, en dan zie je dat het eigenlijk helemaal goed komt. Zie? Dus als je de paniek omslaat omdat je aan het haken bent en denkt, oh, het begint helemaal... Helemaal naar een kommetje te trekken. Maak je geen zorgen. Je doet hem gewoon elke keer een beetje bij je. En dat blijft echt wel staan. Hier had ik er twee gedaan. Dan weer één. Dan weer twee. En zo ga je verder. Met rij 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En als je rij 6 gedaan hebt, kun je nog even natellen... moet je 81 stokjes hebben. Nou, rij 6 heb ik weer afgesloten. En nu ga ik aan rij 7 beginnen. Dat wordt weer één met die gaatjes, dus 3 lossen. Dan 2 extra. En dan sla je er 1 over en in de volgende een stokje. Twee lossen, één overslaan en in de volgende een stokje,
Kijk, ik heb hem al dubbel geslagen, want anders kan ik hem niet mooi in beeld krijgen. Dat wordt straks nog wat als het echt een hele kleed wordt. 1 overslaan. Een stokje. 2 lossen. En doe die lossen ook gewoon een beetje losjes. Want anders wordt het toch wel wat strak. Nou, en zo ga je weer verder tot aan het eind en vlak voor het einde ben ik er weer. Nou, dan bij het eind aangekomen, kijk, dan ga je zien dat ik er dit keer 2 overhoud. Maar ja, zoals ik al zei, dat geeft helemaal niet. Dat ga je straks echt niet zien. 1, 2, in het derde lossen sluiten we de rij weer met een halve vaste. Nou, dan gaan we meteen door met de volgende rij. 2 lossen. En dan een stokje. Direct in de derde losse van de vorige rij. En dan 2 stokjes er weer omheen. En dan eentje in het stokje van de vorige rij. 2 stokjes eromheen. Eén in het stokje van de vorige. Twee eromheen. Eén erin. Eromheen. En erin. En zo ga je weer verder tot aan het eind. Van nu van ga ik geen aantallen meer noemen, omdat ik ze zelf ook niet meer tel. Als je het precies doet, als je precies doet wat ik zeg, komt alles goed. Nee, dan komt het echt wel goed. En ik zeg het, zoals hier heb ik nu, dan denk je van, oh, maar deze is dus met 2 lossen ertussen. Of 2 ertussen. Dat is niet mooi, maar dat ga je echt straks niet meer zien. Echt niet. En in het geheel al helemaal niet, dus geen zorgen om maken. Gewoon doorgaan. Dus 2 ertussen door en 1 op het vorige stokje. Nou, dat is het. Nou, dit was dan rij 8. Dan gaan we verder met rij 9. Zet mijn naald er weer in. En je hebt misschien wel een beetje kans dat je denkt van, oh, hij gaat bobbelen of zo. Maar er is echt niks aan de hand. Het trekt straks allemaal goed. We beginnen weer met 2 lossen. Dit worden wel trouwens allemaal hele korte stukjes. Rij 9. 2 lossen. En dan doe je gewoon in elk stokje. Dus in de eerste, of elk stokje van de vorige doe je een stokje. Dus de eerste naast de 2 lossen. Nou, en hoe simpel. In elk stokje een stokje. En zo maak je de hele rij af. En dat was rij 9. Hebben we goed? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan gaan we nu naar rij 10. Nou, rij 10. Beginnen we weer met 3 lossen, 2 extra. Die gebruiken we niet, want dat is ons eerste stokje. Die slaan we over en een stokje in de volgende. Tweede tussen, 1 overslaan, stokje. Tweede tussen. Nou, we weten het inmiddels wel, hè. En zo door tot het einde. Dit was rij 10. En dan gaan we nu verder met rij 11. Het zijn allemaal maar korte stukjes die ik film.
Maar er valt ook niet eigenlijk heel veel uit te leggen. We gaan rij 11 beginnen met 2 lossen. Dan een stokje in de eerste. En dan doen we 2 vast in de ruimte. Maar dat deden we natuurlijk eerder ook al. Maar dit doen we 5 keer. Dus 1, 2, 3, 4, 5. En dan wordt het eventjes een stukje anders. Dus 2 in de ruimte. Dan gaan we naar de volgende. Twee in de ruimte. Dat is 2 keer. Dit is de 3e keer. En dit is de laatste keer. Nu heb ik 5, 1, 2, 3, 4, 5. En dan doe je weer een stokje in het stokje van de vorige rij. Dus dan doe je eigenlijk meerdere. Dan doe je er weer 2 in de ruimte. En dat doe je weer 5 keer. 1, 2, 3, 4, 5. En dan doe je weer een stokje op het stokje van de vorige. En zo ga je verder tot het eind. Even kijken, rij 12. Dan gaan we ook weer meerdere. We beginnen met 2 lossen. En dan doen we 10 stokjes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en dan doen we er 2 in 1 stokje van de vorige toer. Nou, en dan ga je weer 10 doen. En dan weer 2, weer 10, weer 2 in dezelfde. Helemaal tot aan het eind. Kan zijn dat je soms op het eind niet helemaal goed uitkomt. Maakt helemaal niet uit. Daar ziet verder niemand wat van. Dus zo ga je weer verder. Nou, nu gaan we toer 13 doen. Je dan misschien als je een toer klaar hebt, dat je hem zo neerlegt. En kijk, dan gaat het bijvoorbeeld aan alle kanten bobbelen en de paniek breekt je uit. Nou, je moet het gewoon een beetje zo, een beetje losmaken en zo. En dan zul je zien dat het gewoon plat wordt. En als je het zo gedaan hebt, zoals ik het heb gedaan, dan kan het niet heel erg gaan bobbelen of wat dan ook. Dus denk erom dat je dan, als je zeker wil zijn dat het goed gaat, gebruik dan toch de Royal en de Supersoft samen. Dus we gaan toer 13 doen. Toer 13 is ook weer gewoon, die we al een paar keer eerder hebben gehad, dat is met de open ruimtes ertussen. Die beginnen we met 3 lossen en 2 extra. Die slaan we over, want die hoort hierbij. Eerste slaan we over en een stokje. En zo ga je de hele toer doen. Nu zijn we bij rij 14 en die beginnen we met 2 lossen. Direct een stokje. Dan doen we er 2 in de ruimte. En dat is onze eerste. Tweede. Derde. Vierde. Vijfde.
en zesde. En dan doen we weer 1 op het stokje. En dan ga je weer verder 6 keer in de ruimte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En dan weer 1 op het stokje. Door tot aan het eind. Rij 15. We beginnen met 2 lossen. Daarna 3 stokjes. 1, 2, 3. En dan doe je 2 stokjes in 1. En daarna doe je 13 stokjes. En dan doe je weer 2 in 1. 13 stokjes, weer 2 in 1. Rij 16. 2 lossen. 14 stokjes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14 en dan weer 2 in 1, dus meerdere. Daarna weer 14 stokjes, 2 in 1, 14 stokjes, 2 in 1, tot aan het eind. Rij 17 is weer een rij die we beginnen met 3 stokjes. Plus 2 extra. Een rij over, of een stokje overslaan. En in de volgende stokje. Dus dit wordt weer een rij met de open ruimte. Dan zijn we nu bij rij 18. Is 2 lossen. En direct een stokje. 2 in de ruimte. 1 in het stokje. En daarna 8 plekken in de ruimte. Dus 8 keer 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sorry, 9. 9. En dan doe je weer 1 in het stokje. 9. 1 in het stokje. Nou, rij 19. Rij 19 begint gewoon weer met 2 lossen, een stokje hier direct in. Dan haak je 17 stokjes en dan doe je 2 stokjes in 1. Nou, lukt wel weer, hè? Rij 20. Rij 20 doen we 2 lossen, een stokje en direct 2 in 1. Daarna doe je 18 stokjes en weer 2 in 1. En zo ga je helemaal door tot je helemaal rond bent. Het kan soms zijn dat je helemaal aan het tellen bent, 18, en dat je op het laatst denkt, oh, maar nu heb ik er maar 10. Dat geeft niet, komt allemaal goed. En vooral als je met hetzelfde acryl doet, kan niet missen. Rij 21, we zijn al een heel eind. Beginnen we 2 lossen. Mocht je dit nou vreselijk irritant vinden dat ik elke rij vertel, op mijn blogspot, mbmhaken.blogspot.nl, daar wordt het ook gewoon een geschreven patroon. Dus. En daar wordt de video ook geplaatst, dus mocht je er niet uitkomen, kun je altijd nog daar kijken. En als je me irritant vindt, sowieso. Even kijken, 2 lossen, rij 21, plus het stokje wat we elke keer al doen. Dan doen we 6 stokjes,
1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan doen we meerdere. En denk erom dat, dat je niet heel strak haakt. Doe dit maar gewoon lekker losjes allemaal. Dus dan doen we meerdere. En dan doe je 18 stokjes meerdere, 18 stokjes meerdere. Tot aan het eind. Dan gaan we nu rij 22 doen. Zoals jullie zien is mijn kleed helemaal plat. Dus ik hoop die van jullie ook. Nou, rij 22 wordt weer een open rij. Open ruimte weer. Zo, ik moet hem nog sluiten. En dan moet ik wel even goed doen. Zo. Open ruimte. Nou. 3 plus 2. Een stokje overslaan. Of een stokje overslaan. En in de volgende. En dan weer helemaal door. Tot het laatst. Tot het eind. Rij 23. Begin je met 2 lossen. Dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Keer 2. En dan weer een stokje. In de volgende. Weer 7 rijen. En dan weer een stokje in het stokje van de volgende. En zo door tot aan het eind. Zo, ik heb mijn rij weer af. En ik ben geëindigd met 3 stokjes in de laatste. Nou, dan gaan we rij 24. 2 lossen. En dan 6 stokjes. 1. 2. 3. 4, 5, 6 en dan doe ik er 2 in 1. En vanuit hier doe ik 16 stokjes en dan 2 in 1. Nou, dan zijn we nu alweer aan toer 25. 2 lossen. En 2 draden. Ik zie dat ik dat niet heb. Overnieuw. 2 lossen. Dan doe je 10 stokjes. 1. 2. 3. 4. 5. 6, 7, 8, 9, 10 en dan doe je er 2 in 1, dus meerdere. En daarna doe je 17 stokjes en dan weer meerdere, 17 stokjes en door. Rij 26, 2 lossen, 18 stokjes en meerdere, 18 stokjes en weer meerdere, dus en zo door. Nu gaan we rij 27 doen en dat is tevens mijn laatste rij voor dit kleed, tenminste wat ik opneem. Ik kijk zo zelf nog eventjes of ik hem nog groter wil hebben. Rij 27. Je begint met 2 lossen. Daarna doe je 8 stokjes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Daarna meerder je hier. Dus 2 in 1. Daarna doe je 19 stokjes. En dan meerder je. En dan de hele, hele rij 19 stokjes meerdere. Moet wel lukken, denk ik. Nou, al met al heb ik heel wat korte fragmentjes gefilmd. Ik ga ze zo allemaal achter elkaar monteren. En dan hoop ik dat het een beetje te doen is.
Dat jullie er ook veel plezier aan hebben gehad en straks een leuk kleed op de kinderkamer, in de woonkamer of ergens hebben liggen. Misschien wel hangen zelfs. Ik zie graag jullie resultaten op Facebookgroep MYM Haken en zo. En nou, tot de volgende keer. En wat had ik nou nog meer? Denk erom dat als je... dat wou ik nog even uitleggen. Ik heb het al vaker gezegd, maar misschien gaan mensen twijfelen. Zeggen ze, ja, die van mij die bobbelt heel erg en zo. Als je het inderdaad met de Supersoft en de Royal van de Zeeman doet, zou het haast niet kunnen gebeuren. Wat je wel gewoon... doe niet te strak haken. En ik doe ook elke keer een beetje zo... Ja, een beetje los trekken. Nou, tot de volgende keer. En doe een duim omhoog als je dit een leuke video vond. Doei!